Welkom, mijn naam is Donald. We bevinden ons in de Private Bar, in de Absinthe Bar, gelegen te Antwerpen. Ik ga vandaag jullie de Pornstar Martini voorstellen. Het is een zeer populaire cocktail. Waarom? Omdat hij iets meer aan de zoete kant ligt. En ook veel wordt gedronken door de vrouw. Het is een ladykiller. Er zit een beetje passievrucht in, een beetje vanille met vodka. Dus het is zacht en zoet. We zullen er eens aan beginnen. Voor en alleen gaan we eerst het glas koelen met crushed ice. Voilà. Daarna gaan we een driedelige shaker gebruiken. Als eerste ingrediënt 3 centiliter vodka. Hop. Daarna 2 centiliter 43. Is vanillelikeur uit Spanje. Voilà. Met 2 centiliter passievruchtensiroop. Daarbij passievruchtensap, ook 2 centiliter. Een centiliter vers geperst limoensap. En om het af te werken, een heel klein beetje eiwit. Waarom eiwit? Dat gaat niet echt iets veranderen aan de smaak, maar toch voor de visualiteit. Hop. Daarna gaan we ijs in de koffie doen. We gaan de shaker sluiten. Goed sluiten. Hop, shaken. Hop. Gooi het ijs weg. Voilà. Een zeef gaan we niet gebruiken. Want dat zit er al in de shaker, maar wel een fijn zeef. Voilà. En om het af te werken, een half passievruchtje. Alsjeblieft.